See fanaticism purely as negative in the sense of something that should be immediately attacked or controlled. Voornamelijk intellectuelen zijn er vatbaar voor omdat ze heel vaak denken dat ze hun idee de goede idee is. Om te bedenken dat iets heel moois zoals enthousiasme. Ik vind enthousiasme een hele positieve eigenschap van mensen. Ja, dat hij in zijn tegendeel kan verkeren. Dat is het fascinerende aan fanatisme. En ook het angstwekkende. You've got to think for yourselves. You're all individuals. Yes, we are.